Ja, daar begin ik de poos in te werpen van nummer 15 tot nummer 5. Dat zijn 6 huizen. En ik ging naar de overkant, naar nummer 2 tot en met nummer 18. En toen ik bij nummer 2 kwam, stond een meneer hier aan de overkant te schreeuwen dat zojuist 2 mannen mijn fiets bruut hadden gewoon meegenomen. Zoiets vind ik gewoon laf. Wij proberen ons werk te doen. En ja, tot op zo'n moment dan zo'n fiets gekloot wordt. En daar zat de pos van die dag, of van de resterende route? Van de resterende route zat erin. Er zat nog 1 pakje in. Daar zat de retourpos, wat de mensen niet bezorgd krijgen omdat ze geen brievenbus hebben of zo. Dat moet ook terug naar de firma's gestuurd worden. En dat is gewoon bruut meegenomen. Ik vind het gewoon een laffe daad. En die post is niet teruggevonden? Nee, is niks teruggevonden. Geen tassen, van alles niks. Ze hebben gewoon de hele fiets met tassen en alles. Ik ben toen van hier ben ik naar de Zonstraat gelopen. Toen kwam de politiepatrouille aan. Die heb ik aangehouden op de Zonstraat. Die zijn direct op onderzoek uit geweest. Maar die hebben helaas ook niks meer gevonden. Dus ja, de mensen, ja. Er is 1 pakje bij. Die mensen, ja, die kunnen fluiten naar dat pakje, denk ik. Want als ze zo laf zijn als om een fiets te pakken, dan pakken ze zich ook het pakje mee. En ik vind het gewoon een laffe daad. Maar begrijp ik dat de fiets dan van jezelf is? Of ja, is het... Nee, die is van mezelf. Dus je hebt nou een vervangende fiets, die moet jij ook zelf weer regelen? Ja, ja. Een vervangende fiets en ik moet ook zorgen dat ik dan een andere fiets krijg. En TNT doet niks? Wij hebben geen fietsen van TNT. Dus iedereen heeft zijn eigen vervoer. Dus ja, je moet ook voor je eigen vervoer dan zorgen.